God. I feel it, sir. We'll be right back.
Deze drops presenteren wij dat zij zijn dus. Wat? Thank you.
De tijd om op te passen. Thank you.
I talk too much.
Thank you.
ugly area in Galloway Blue. Some of us are 60 feet long with a brain the size of a wall. Where can this end? Dit deel is bedoeld voor Nederlanders, Surinamers en Antillianen die er serieus over denken om te gaan solliciteren naar een baan bij de politie Hollands Midden. Maar alle delen, ook de volgende stukken die gericht zijn op Turkse en Marokkaanse Nederlanders, hebben gezichtspunten en informatie die voor iedereen van belang kunnen zijn. Daarnaast is het ook gevaren, denk ik. En ja, we hebben per slot rekening twee kinderen. En het programma is twee beslissen. Jaren geleden kwam hij uit Suriname naar Nederland en ik heb hem even uit de gang geplukt om hem te vragen waarom ik nou bij de politie ging. Nou, ik zeg, vaste baan, vaste inkomsten, omgaan met mensen bijvoorbeeld, dat is gewoon zo leuk. En is dat uitgekomen? Dat laatste omgaan met mensen gaat soms heel moeilijk zijn. Het slecht nieuws brengen, iemand weer op de andere verkeer te verkeer. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar ik hou van mijn werk. En die schuldenkamer heb ik gemakshalve maar even voor u opgebeld. Ze heeft altijd al zoiets gewild. Het is een verstandige en evenwichtige meid. Zeer gesteld op een eigen mening en haar vrijheid. Ik denk dat ze uitermate geschikt is voor een baan bij de politie. Ik ben er net. Daar kunnen veel ouderen een voorbeeld aan nemen. Ik vind het goed dat jullie zo duidelijk voor iedereen dezelfde selectie hanteren. Daar zal zij zeker aan voldoen. Ik had een Turks gezin. Mag ik daar later nog eens over bellen? Om aan deze diversiteit het hoofd te kunnen bieden, willen we deze achterstand graag inhalen. Maar niet ten koste van alles. Iedereen gelijk. Maar dat is toch fijn dat we hier heel veel mensen van doelgroep aannemen. Van alle kandidaten die naar school gaan, bestaat hopelijk de helft uit mensen van de doelgroep. Dat betekent dat de andere helft openstaat voor de overige kandidaten. Op school wordt je voorbereid op de dagelijkse politiepraktijk. Dus kennis over allerlei wetten, trainingen in de wijze waarop je met geweld omgaat, gespreksvaardigheden en EHBO. Maar ook wordt je vaardigheid in het rijden met een surveillanceauto bijgebracht. Geweld. Daarom moet je in het bezit zijn van een rijbewijs voordat je aan de opleiding begint. Dan nu, geweld.
Ik voel je adem, ik zie je gezicht. Jij bent een groot in Amsterdam. Ik kijk je aan, ik lach juist. Als ik ooit zo beschouwd ben. Ik ben een groot in Amsterdam. Just a day.